Vandaag werken we in de buik van het orgel in de Sint-Gertrudeskerk in Utrecht. Na lange tijd ben ik eindelijk van plan daar de pedaalkoppel aan toe te voegen. Dit heb ik allemaal vanochtend meegenomen in de trein en in de bus. En u ziet daar een wellenbord. Dat gaat zometeen worden geplaatst. De koppelconstructie die onder het klavier komt, daarover later meer. Op dit moment ben ik zover om het wellenbord in de buik van het orgel te plaatsen. Het wordt een primeur. Ik heb dit nog nooit eerder gepast. En nu kan ik hem als het goed is in één keer zo, als alles op formaat is, in het orgel plaatsen. Dus laten we eens kijken. Ik kom zelf in beeld. Naar mijn kleding is te zien dat het hier, als je stil zit, tamelijk fris is. En dat ik me thuis voel. Ik heb mijn pantoffels aangetrokken. Ook omdat zometeen het wellenbord heel zachtjes op mijn voeten gaat steunen. En ik dat heel soepeltjes en zacht wil controleren. U ziet dat hier al een paar wellen in het orgel zelf gemonteerd zitten. Dat is om iets aan hoogte te kunnen winnen voor alle wellen boven elkaar. En dit moet zometeen de verbinding maken tussen het pedaal, het pedaalklavier dat hier nu achter mij ligt, en het manuaal. En nou is het spannend. Ik hoop precies de juiste positie dit erin hangt. Dan hangt het. Met kleine klosjes wordt het hier aan de onderzijde zometeen ook nog vastgeschroefd. En dan vormen deze wellen verbindingen tussen het pedaalklavier en de rest. Dit is het frame dat onder het handklavier gemonteerd wordt. En onderaan elke toets haakt zometeen dit abstractje met een hefboom eraan. Dat kan in zijn geheel naar beneden getrokken worden door per toets deze strip die aan een veer omhoog gehouden wordt. Deze strips kunnen op hun beurt weer naar beneden getrokken worden door de mechaniek die hier onderaan het wellenbord komt en vanaf het pedaal komt. Dus vanaf het pedaal kan een beweging worden overgebracht op deze toetstrekker. Maar in deze stand, denk hier allemaal van die hefbomen, 27 stuks, kunnen deze strips gewoon op en neer bewegen, zonder dat ze deze meetrekken. Maar bedienen we nou de registerknop, die komt zo meteen hier aan. Dan gaat deze balk naar beneden. Ik zal het nog één keer demonstreren. Omhoog en naar beneden. Dit komt zo meteen goed te zitten. En op deze manier wordt de hefboom versteld en grijpt de pedaalkoppel aan.